Neerloon, een dorpje van plusminus 205 inwoners ergens in Brabant tussen Ravenstein en Grave. Ook dit dorpje heeft een kerkje, klein maar fijn, de Sint-Victorkerk. De Rooms-Katholieke Kerk is gewijd aan de heilige Victor van Xanten. Goedemiddag, meneer pastoor. Ja, goedemiddag. Dan staan we in uw mooie kerk. En ik wilde heel graag het verhaal horen van Sint Victor, want dat is de patroonheilige. Kunt u wat over Sint Victor vertellen? Nou, ik weet er niet zoveel van, maar ik weet dat hij in het Romeinse leger was. Dat hij gestationeerd was in Xanten. En daar, hij was, ik weet niet wanneer, al bekeerd tot het christelijk geloof. En dus in de derde eeuw was dat. En dus toen op een gegeven moment, ik meen dat dat Julianus was, die eiste dat alle hogere militairen de groet brachten aan de keizer. Want de keizer was goddelijk. Oh. Nou goed, en dat weigerde hij. En toen is hij met 80 andere mensen een kopje kleiner gemaakt, in de meest letterlijke zin van het woord. Okay. En wat was het voor groet die hij moest brengen? Dat hij dat zo erg soort, vond? Een soort Hitlergroet. Okay, dus, en dat was te veel voor ja, hem? Nee, maar dat is een afgoederij. Ja. Dat is en dat doe je niet als je als christen bent. Nee, dat is... Okay. Dus hij liet karakter zien. Ja. En daardoor is hij ook martelaar. Ja. En van Xanten uit zijn ze op de rivier naar hier, naar over de Maas. Ja. Ja. Dat is over de Maas. Want toen in de tijd waren de wegen waren de rivieren. Ja. Ja. Kun jij vertellen hoe oud dit kerkje is? Nou, het kerkje, de toren is van 1400, de toren, en de kerk is van 1821, de kerk op zichzelf. Ja. Dus rond 1400 is die toren gebouwd en toen zat er ook een kapelletje aan, een houten kapelletje. Maar het is toen rond 1600 is de kerk overgegaan naar een protestantse kerk. Er waren geen protestanten, maar toch was het protestant en toen is de kerk in verval geraakt. En rond 1800 is er weer een katholieke onder het katholiek domein gekomen en toen is de kerk opgebouwd. En het was helemaal vervallen, het is de toren blijven staan. Ja. En toen dus, maar rond begin 18 is er een watersnoodramp geweest. En toen was de toren zat helemaal onder het slip. Toen hebben ze gewoon besloten de toren op te bouwen. De toren hoger op te bouwen, dat kun je ook zien, want de galmraten zitten er nog in. Zijn dichtgemetseld. En toen is dit eenbeukig schip eraan gebouwd. Oké. Okay. Ja. Ja, want het was 1820 geloof ik dat die grote watersnood was. Ja. En dan die tufstenen onderkant, ja. die is dan nog eigenlijk overgebleven. Ja, de tufstenen en een stuk van de galm ook nog van de stenen. Oh, dat toch nog ja, wel? Ja, want die zijn ook dichtgemetseld. Ja, ja. En daarbovenop daarna is weer een laag gekomen. En, ja. En dat is de originele laag van nu, ja, zeg ja. maar. De katholieke kerk is een eenbeukige kerk met zadeldak en een toren uit de 14e eeuw. In 1820 stortte de kerk in door een overstroming, behalve de toren. En in 1821 is daar een nieuwe kerk tegen aangebouwd die in 1824 in gebruik is genomen. Het duurde nog tot 1848 voordat de kerk ingewijd werd door bisschop Johannes Swijnsen. Dit is een eenbeukig kerkje en er is natuurlijk heel veel restauratie aan geweest. Ja. Wanneer is het toen weer geopend? 1824. Oh, hebben ze toch een paar jaar aan ja, het werk gehad? Ja, gebouwd en toen 1824 weer de kerk weer geopend. Dan hebben we hier in deze kerk voor bij het priesterkoor ook een hele mooie glas- en loodramen. Ja. En kun je daar wat van vertellen? Want
Volgens mij waren jarenlang maar twee ramen zichtbaar. Ja, dat klopt. En de laatste paar jaren is het derde raam weer zichtbaar. Ja, derde raam. Het middelste. We hebben kijk, een tiental jaar terug hebben we ontdekt dat boven op de pastorie nog een raam lag. Toevallig met spullen opruimen. En dan was dit raam. 1950 eruit gegaan vanwege dat de zonlicht op de pastoor scheen. Die had er last van. Toen hebben ze gewoon een raam eruit gehaald en hebben ze boven op de pastorie neergelegd. Ja, want dit is de zuidkant, hè? En ja, de pastoor die stond toen nog met de rug naar de mensen toe. Ja, dat klopt. Ja. En er scheen de zon in zijn gezicht. Ja, dat is natuurlijk niet fijn. Dat is niet fijn, nee. Maar het is wel jammer voor het raam. Ja, wat een geluk dat het nog op zolder lag, hè? Het geluk dat het op zolder lag. En geluk hebben we nog het glasmuseum waar Augustijn op bestond. En die heeft het aangeboden om het raam te restaureren. Ja. Daar waren we heel blij mee. Toen heeft het raam nog een paar jaar in het glasmuseum gehangen. Ja. Dat was dan te vroeg of ze dan nog een paar jaar mochten hebben. En toen heeft het bouwbedrijf Verdinter weer teruggezet. Ja. Ja, want het grappige is, hier is dus Sint Victor de patroonheilige, maar in Batenburg eigenlijk ook. Overal langs de rivieren. Ja. Dus hij heeft overal eigenlijk gekerstend. Ja. Okay. Alleen heeft Xante hier in Nederland een veel grond gehad. Oh. En toen waren de mensen van Nederland waren min of meer afhankelijk van Xante. Ja, want er loopt een hele bijzondere grens, want we hebben dus het land van Ravenstein, maar Neerloon of zoiets hoorde daar niet bij. Ja, nee, op een of andere daar manier. Niet bij, dat was heel apart. Dat was van Sante, die had daar een vinger in de pap. Ja, precies. Wonderlijk, hè? Ja. Ja, dat is allemaal verleden tijd. Die historische dingen, die weet ik toch allemaal niet. Dat is een prachtig beeld van Sint Victor, maar dat is niet het enige mooie beeld wat hier in de kerk staat. Want hier staat ook een heel mooi houten beeld van Maria met kindje Jezus. Ja, dat is een heel mooi, Maria. Wat is Maria? Met die twee kronen erop. Ja. Dat is dus, Maria is in de hemel gekroond. Na haar overlijden is zij ten hemel gedragen door haar zoon. En toen is ze in de hemel gekroond. Okay. Maar in de litanie van Maria heb je ook de koningin van de hemel. Ja. En zij heeft ook nog steeds, helpt zij momenteel mensen in overal ter wereld. Want de verschijningen van Maria die zijn zeer veelvuldig. De meest bekende Lourdes natuurlijk, Fatima. Ja. En er zijn nog honderden andere plekken, maar die kun je allemaal niet opnoemen. Nee. Maar in ieder geval, zij heeft de moederrol voor ons gelovigen, voor ons mensen, voor iedereen. Zijn er eigenlijk nog spullen uit het kerkje wat hiervoor stond? Dat wel vervallen was? 1800, of? Nou, dat zou ik niet weten. Dat weet u niet. Het ligt alleen de toren is er nog dan. Dat is zeker. Maar toen 1821 zijn die beelden er ook ingekomen, dus die zijn ook allemaal oud. Ja. En het Sint-Victor-beeld is ook een monument, is ook een monumentaal. Want het Maria-beeld, dat lijkt me ook een heel oud beeld. Is ook een oud beeld, ja. Ja. Heel mooi gesneden ook. Ja, prachtig. Ja. 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 Dat klopt. En het glas in lood in de kerk zelf, dat is heel anders, hè? Dat is eigenlijk meer met bladeren. Simpel glas en lood, maar was ook rond die tijd erin gebouwd, ja. Maar dit is wel heel bijzonder, want je ziet het bijna nergens zo. Nee, dat klopt. Dat is wel apart, hè, dat jullie dit hebben. Ja. Ja. Glas en lood in een kerk is van alle tijd. Maar deze ronde ramen zijn van uitzonderlijke schoonheid. De handpomp op het kleine kerkhof
is nodig aan vervanging toe. Het tufsteen doet het nog steeds goed in het onderste gedeelte van de toren en boven de toegangsdeur. We hebben hier een gestuukt tongewelf. Ja. En daar zitten dan blijkbaar ringellatjes onder. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik weet dat toen ik nog eens kind was, dat er allemaal engels tegenaan geschilderd. Engeltjes. En toen op een gegeven moment is de kerk gerestaureerd. En toen was toch te veel beschadigd. Hebben ze toch voor gekozen om overheen te sausen en te schilderen. Oh, zonde. Jammer. Ja, want er zitten dan ook nog ergens restanten van de beschilderingen? Die beschilderingen zitten er gewoon allemaal eronder. Maar het is nergens meer te zien? Nee, het is nergens meer te zien. Ik zou me niet voorstellen dat ergens nog een stuk van af is gevallen wat je kunt zien. Maar ik weet ook dat het helemaal beschilderd. De hele kerk was heel druk. Heel, ja. Zoals het in die tijd was. En was het ook met de muren of waren die altijd al... De muren waren altijd licht. Ja. Aan de bovenkant stonden allemaal tekst opgeschilderd op die rand. Ja. Het is allemaal helaas toen eronder voor gekozen om eronder te schilderen. Het zit er nog wel onder. Je zou het stiekempjes nog eraf kunnen halen, die laag waardoor het naar boven komt. Ja, dat zou kunnen. Het zit er allemaal nog op. Maar het is allemaal wel in slechte staat. Daarom hebben ze gekozen om eroverheen te sausen en te teksten, et cetera. Ik zie daar drie deurtjes en dat is nog een oude biechtstoel. Ja. Wordt die nog wel eens gebruikt voor mensen die dat heel graag willen? Nee, die wordt als biechtstoel zodanig niet gebruikt. Dat wil niet zeggen dat de biecht geen niet meer bestaat, want die bestaat overal in de wereld. Daar waar de katholieke kerk is, die biecht bestaat, dat mensen zich eens een keer uit willen spreken. Maar nu wordt het veel meer een psychologisch, en niet alleen psychologisch, maar als iemand een last heeft die hij meedraagt, dan kan hij die kwijt bij de priester van de kerk. Bij het luisterend oor. Ja, met luisterend oor. Ja. Ja. Straks had ik het met Richard over die mooie glas- en loodramen, meneer Pastoor. Die linker met die sleutel, ik denk dat Petrus is, hè? Dat is Petrus, inderdaad, met de sleutel. Op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen. Ja. Daar is geen enkele twijfel over. Heel herkenbaar. Heel herkenbaar, ja. En die andere met dat zwaard en dat boek, was dat? Dat is Paulus. Paulus. Dus Paulus met het tweesnijdend zwaard. Oh ja. Het woord Gods is tweesnijdend. Dat snijdt het goede en het kwade. En het kwade, ja. Dus, dat is, een heel mooi symbool is dat, hè? Hij gebruikt het ergens in een van zijn brieven. Ik weet niet precies waar het staat. Maar ik weet wel dat hij spreekt van het tweesnijdend zwaard. Oké. Okay. Ja. En dan het middelste, daar is weer hersteld en weer teruggebracht. Het is een prachtig glas en loodraam. Dat is de Christusfiguur en ook de waarheid en het leven. Ja. Dat is de Nederlandse vertaling. Ja, dat is de En dat is de kern van ons geloof. Ja. We hebben hier het hoogaltaar. Ja. En dan hebben we ook nog het beeld van de heilige Cecilia. Ja. En het grappige is dat Petrus Verhoeven, die heeft dat beeld gemaakt. En er stonden in Ravenstein in de Luciakerk ook beelden van Petrus Verhoeven uit diezelfde tijd, eind 1700. Dat is eigenlijk wel grappig, hè? Ja, heel grappig. Ja, dus jij staat er bovenop het orgel. Bovenop het orgel, Het smidsorgel, Ja, want we hebben hier een smidsorgel. Ja. Dat is ook heel bijzonder, kleine kerk. Heel kostbaar, ook een monumentaal orgel. Ja. Ook van 1854 is de orgel hier ingebouwd. Ja. Ja, de hele de omgeving, hè, die had... Ook de kerk van Overlangen heeft een smidsorgel, Ja, die zijn heel beroemd, hè, de smidsorgels. Heel kostbaar. Wordt er nog op gespeeld? Ja.
We hebben nog een organist. Oké. Okay. En we hebben nog een zangkoor, fortificanten. Dus regelmatig als er een dienst is. Ja, nu mag dat niet wegens de corona. Dan wordt er nog een wordt een dienst gedaan met het orgel en met, ja. Oh, dat is wel heel En Jos mooi. Roelers, die is onze organist, die houdt de orgels gangbaar. Dus die speelt om de zoveel tijd, komt hij hier en of langer spelen om de orgels gangbaar te houden. Ja. Het kleine kerkje is van uitzonderlijke schoonheid. Vroeger zat het er vol met kerkgangers. Tegenwoordig is het minimaal wat er nog komt. Sint Victor als soldaat ziet toe op wat er allemaal in de kerk gebeurt. En de stok met het offerzakje wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. Nu hadden we het straks over de toren met die dichtgemetselde galmgaten die van origine dus lager zitten. En nu heb je dus de galmgaten hoger zitten. Ja. Zitten daar ook nog klokken in de toren? Ja, er hangen nog twee mooie klokken in de toren. Ja, en die hebben de oorlog overleefd waarschijnlijk? Die hebben de oorlog overleefd. Eén klok is van 1797 en de andere klok is van 1955, ongeveer 1955, de Mariaklok. De Mariaklok, oké. Wordt u op een speciale manier of speciale dag misschien geluid of zo? Nee, we doen altijd wel, voor de kerkdienst is, hier wordt altijd door de kosten wel geluid. En pakt u dan de grote klok of de kleinere? Pakt weet u niet. De kleine klok volgens mij. Ja. En voor de uurwerk is de grote klok volgens mij. Ja. Oké. Okay. Draagt u nog wel eens een mis op? Ja, ja, uiteraard. Ik ga nog naar het bejaardenhuis in Zeeland. In Compostela in Zeeland. En hier in de buurt zo, okay. Of in de Reek, of al in Herpen, of in... In Huusling ook? Huusling, ja, Huusling komt op zo van Herpen, maar okay. In de, hoe noem dat? Demen? Demen en Deurzen. Deurzen, ja. Oké, okay. Oh, dat doet u dat nog? Ja, dat doe ik nog wel eens, ja. Ja. Dus. Oh, nee, dat is... Dus u bent nog in ieder geval actief daarin? Een beetje actief, ja. Ja, dat is wel heel fijn. Ja. Dat... Die is eigenlijk heel bijzonder, want die is een rijksmonument. En wat is eigenlijk de cultureel-historische waarde hiervan? Nou, de toren van 1400 is. Ja. En de schip is van 1821. Daarom is het is de rijksmonument. Ja. Hij heeft bijzonder cultuur. Hij is een heel bijzonder kerkje. Ja. Heeft het ook nog iets te maken met de staat van onderhoud hier, dat het er zo perfect uitziet? Ja, ja. We hebben allemaal door de Rijksmonumenten allemaal gesubsidieerd. We hebben onlangs vorig jaar nog het altaar gerestaureerd. Okay. Die is allemaal helemaal in perfecte vorm. Ja. 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 Meneer Pastoor, hartelijk dank voor dit gesprek. Ja. En ik wens u nog een hele fijne tijd hier in Neerloon en omstreken. Als het mijn gegeven is, daar zit dat het is in. Belangrijk. Maar daar gaan we gewoon vanuit. Ja. Dank u wel. Fijn, Richard. Dank je wel voor deze informatie. Okay, graag gedaan. En dat het kerkje nog heel lang zo mooi mag blijven. Laat het hopen. Ja. Ja? Dank je wel. Oké, dank je wel.